Dames en heren, welkom bij Sporters TV op deze donderdagavond. De eerste donderdag voor de start van de nieuwe competitie zitten we met Wim van het Westeinde. Even voorbeschouwen naar zaterdag. Xerxes uit. Wim, eerst even over de afgelopen periode. De beker is afgelopen, de eerste ronde. Goed gevoel erover? Ja, want we zijn door. En in die drie bekerwedstrijden zijn we ook steeds beter gaan voetballen. Niet alleen omdat we met elkaar het systeem beter uitvoeren waar we voor gekozen hebben, maar ook omdat we steeds beter in conditie zijn gekomen. En dan zie je dat de langere voorbereiding, want we starten nu pas 23 september met de eerste competitiewedstrijd, dat een langere voorbereiding ook zijn vrucht afwerpt. Maar dat geldt niet alleen voor ons, het zal ook voor de tegenstander gelden. Merk je een beetje dat de spelers je ideeën oppikken? Jawel, want hetgene wat wij willen is niet onbekend. Het is niet helemaal nieuw. Met het gros hebben we dit vorig jaar ook gespeeld. De jongens die erbij zijn gekomen, die zijn van nature ook aanvallend ingesteld. En die sluiten naadloos aan op dit systeem. Aanstaande zaterdag, Xerxes uit. Zonder al te veel los te willen laten. Goed gevoel. Ja, nee. Kijk, goed gevoel natuurlijk omdat we er goed voor staan. En je kent onze ambities in deze club en die hebben we ook duidelijk uitgesproken. Maar ja, dan is Xerxes misschien wel net de verkeerde ploeg om tegen te starten. We zijn niet bang voor Xerxes, we hebben er wel respect voor, want we kennen de club en de mogelijkheden. Ja, je gaat toch twee keer er tegen spelen. En misschien is het ook wel weer een voordeel om de eerste wedstrijd daar te spelen, maar... Nou, we gaan het zien. Bekijk je zo'n ploeg? Nou, laat je zo'n ploeg ook bekijken? Nou, dat zouden we graag willen. Alleen helaas, en gelukkig voor een oud trainer van Sportlus, voor Richard Middelkoop. We hadden een goede analist in Martin. Martin Schouten voor de kijkers? Ja, Martin Schouten. En die kon uitstekend analyseren. En daarmee konden we ons goed voorbereiden. Dat is dit jaar nog niet aan de orde. Dus ik moet een andere manier zoeken om onze tegenstanders te laten bekijken en te analyseren. Dus Xerxes hebben we niet gezien dit seizoen. Wel links en rechts wat informatie proberen in te winnen. Dat is ook wel gelukt. Maar Xerxes kennen we van vorig jaar. Er zijn niet al te veel mutaties. Dus we weten dezelfde trainer. Dus we weten echt wel wat te verwachten. Zullen we maar niet vragen naar een prognose? Of wil je hem wel geven? Nou ja, je weet hoe ik ben. Goed voetbal, neem ik aan. Nou, dat zou, het zou wat voorzichtig klinken als ik alleen zeg van dat we gaan uit van goed voetbal. Ik wil een ploeg zien die klaar is voor de competitie. Die klaar is voor 26 wedstrijden, volle bak. Het wordt een mooie, spannende wedstrijd. Met twee verschillende speelstijlen. En die we net winnen met 2-1. Dames en heren, u hoort het trainer van het Westeinde positief over de eerste competitiewedstrijd aanstaande zaterdag tegen Xerxes uit. De wedstrijd begint om 2:30. Nogmaals, u kunt de wedstrijd bekijken op Sporters TV op de website. En wij op Sporters TV zal u verslag brengen van deze wedstrijd. Wij wensen Wim en zijn ploeg heel veel succes zaterdag. Wim, en breng de eerste 3 punten mee naar huis. Ja, daar gaan we alles aan doen. En ik hoop, nou ik weet dat jullie er in ieder geval zijn. En ik hoop dat er ook weer wat mensen van Sportlust... aanwezig zijn bij Xerxes. En als dat niet lukt, dan zien we ze heel graag de week daarna bij het eerste thuiswedstrijd. Succes. Dankjewel.